wat. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik sta niet in mijn eigen huis, maar ik sta in een Airbnb in Amsterdam. En ik ben hier van donderdag tot en met maandag, want ik ga een Reiki-cursus volgen. Eerst een kleine Airbnb-tour. Ik zit in de Pijp. Echt super nice hier. Ik zit echt naast de Albert Cuytmarkt. Dit is de Airbnb. Als je hem open doet. En dan hier zie je deze kast. En daar zit de badkamer met een bad. Echt zo nice. Gisteravond ben ik aangekomen, dus ik heb alles een beetje neergezet en zo. Ik vind het altijd super chill om hotelkamers zeg maar weer in te richten of Airbnbs. Nou, het is niet super fancy, maar ja, voor waar ik zit en de prijs, echt super chill. Dus ik ben helemaal blij. Ik heb trouwens nog mijn oortjes in. Ik heb helemaal geen muziek in. Ken je dat? Dat je dan oortjes doet, maar je hebt niks in. En dan vergeet ik gewoon die oortjes. Ik heb elke ochtend de Reiki cursus. Dus van 10 tot 12:30. En daarna ga ik gewoon lekker op pad. Voor de mensen die niet weten wat Reiki is. Het is een energy healing techniek. En die wil ik heel graag inzetten om bij mijn coaching toe te voegen. En dat ik mensen kan helpen ook op energetisch niveau. Dat helpt echt bij blokkades weghalen, emotionele blokkades weghalen, stress, angst. Dus dat vond ik echt iets heel erg moois en een hele mooie toevoeging. Ja, de eerste sessie ging dus over de basistechnieken, dus hoe je je handen legt. En het was dan gericht op jezelf. Dus ik heb eigenlijk soort van mezelf behandeld met Reiki. En het was zo bijzonder, want op elke plek voelde mijn handen zo, zo warm. Ik dacht echt, energy is aan het stromen. Ik dacht, ik ga nu lekker een koffietentje opzoeken. Ik zag een koffiecompanie. That's my fave. Dus daar ga ik denk ik lekker zitten in het zonnetje. En even journalen. Even opschrijven wat ik allemaal heb ervaren. En wat ik tot nu toe heb geleerd. Ik vind deze podcast echt heel erg fijn. Dus zeker een aanrader. Ik heb net echt super fijn in het park gezeten. Ik vond dus een park echt om de hoek. Ik heb matcha gedronken. Het was echt zo chill. En nu ben ik op Lynette aan het wachten. Want ze komt eraan. En ik heb er heel veel zin in. De zon schijnt. En we gaan lekker op pad. We hebben heel veel recommendations gekregen qua restaurantjes en barretjes. Dus we gaan meemaken. En ik ga jullie meenemen. Het is best wel gek, want ik ben dus met Lynette naar Ibiza geweest onlangs. Het was 12 dagen. En sindsdien heb ik haar een weekje niet gezien en we waren echt de hele tijd samen. Dus het voelde echt heel gek. Dus we zijn heel blij om elkaar weer te zien. Dus ja. Welkom bij een nieuwe vlog. Wat? Kunnen we dit even doen anders? Wat? Zet hem er. Nee, dit gaat niet. Ah, wacht, dit. Meis. Dit is materiaal hoor. Welkom bij deze make-up tutorial. Naked tutorials, you can watch your back. I'm coming for you. We doen deze highlighter op. Ja, Lynette is dus al sinds Ibiza bij make-up. Hier hebben we gewoon elke ochtend standaard in. Ja. Hij is heel. Hij heet Soft and Gentle. Dus hij heet ook Soft and Gentle. Perfect. Zie je het wel? Dat ik niet als een glitter erbij doe. Wat een grote glitter. Je vertrouwt me toch wel? Ja, ik vertrouw jou. Cross your eyes. Cute. Nou. Ready to go out. Ready to go. Wat gaan we ook weer doen? We gaan sushi eten. We zijn helemaal niet gefocust, of wel? Trouwens, ik zei we gaan sushi eten. Zijn jullie ook? Ja, nu wel. Oh. We gaan sushi eten. Ja, dat hopen we. Want we hebben sushi. Ja, maar we moeten dan binnenkomen. Oh ja, er was eigenlijk geen plek. Maar we're gonna try anyway. En we gaan een leuke cocktailbar opzoeken en ons helemaal klemzuipen, dus. Let's go! Is het niet waar. Dit zijn onze outfits. Outfit check! We hebben allemaal een blazer aan. Ik heb deze broek echt met fucking veel moeite aangekregen, maar dat hoeft niemand te weten verder. Oh, en ik heb deze broek aan met deze cute heelsies. Very cute. En ja, dit is ons look.
Waar zijn we net in geweest? Naar Escobar. Ja, dat was echt heel nice. En we hebben onze outfit weer gechanged. Ja. Want wij gaan nu cocktails doen. Dus dit is ons nieuwe fit. Ik ben echt gewoon helemaal casual en Ro is helemaal... Ook casual. Helemaal chic. Nee, casual. Ik krijg wel zwaar, joh. Nou, god. Zin in. Ik heb de Reiki cursus gehad. Ik heb geluncht. En ik ben een beetje in de stad gaan lopen. En ik ben zo ontzettend moe. Ik heb gewoon lekker mijn junglebroek aangedaan. Toppie aan. En ik ga gewoon lekker Netflixen. En ik heb gewoon echt zoveel zin om in bed gewoon te Netflixen. Het is zondag. Het is 3:00 PM. Ik ga zeg maar nooit terug echt mijn bed in. Dus dit is wat ik ga doen. Ik was gisteren met Lynette door de 9 straatjes aan het lopen. En toen zag ik deze en ik vond hem echt zo cute. We hebben hem Snoetie genoemd. Maar die ligt hier dus nu erbij. Dit is mijn nieuwe aankoop. Oh my god. Dit? Zo fijn. Oh, niks meer aan doen. Ik heb echt een super leuke paar dagen gehad. Gisteren was ik met Lynette en Roy na de cursus een Alpro coffee walk aan het doen. Ik heb dus helemaal niet gevlogd. Want we waren echt heel in het moment. Ja, maar het was in ieder geval heel erg leuk. En daarna zijn Lynette en ik nog uit eten geweest. We zijn bij Soes geweest. S-O-U-S. Dus het was zo lekker. Ze hadden een soort van... Het was een soort van shared dining. Met allemaal Italiaanse hapjes. We hadden van die kaarten. Waarbij dan van die vragen op stonden. Het was eigenlijk dating edition. Dan gingen we dus die vragen aan elkaar stellen. We hebben dat denk ik echt 4 uur lang gedaan. En het was echt zo gezellig. Dus ja, dat was echt super leuk. Ja, ik ben echt dankbaar. Ik ben echt dankbaar voor mijn leven. Ik ben dankbaar voor waar ik woon. Ik moet zeggen dat ik Amsterdam eerst echt niet zo leuk vond. Maar nu ik hier heb rondgelopen rond Albert Kuip en in de 9 straatjes en ook de buurt hier. Het is zo anders dan alleen Amsterdam Centraal en het centrum, zeg maar. Echt een hele andere vibe. Ben je wel blij? Ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van Amsterdam vinden. Of jullie nog tips hebben. Misschien hebben jullie nog leuke aanbevelingen voor iedereen die in de reacties kijkt. Dus... Zet het hieronder mocht je nog iets heel erg leuks hebben. En wie weet ga ik er de volgende keer heen. De Reiki cursus gaat ook echt heel erg goed. Ik heb best wel bijzondere ervaring gewoon gehad daar. Vanaf nu kan ik Reiki sessies aanbieden. Dus ik vind het heel, heel bijzonder. En ik kan echt niet wachten om dat allemaal te gaan aanbieden. Ja, stay tuned. Oh, heel lekker. Ik heb dus 3 kolletjes. En ik ben dus echt op zoek naar nieuwe kolletjes. Herfst incoming, winter incoming. Ik vind deze echt heel leuk. Ik had deze ook bij de kringloop trouwens gekocht. De kleur is echt heel mooi. Lekker herfsty. Ik heb nu deze aan. Deze is een stuk strakker. I love it. Deze ga ik ook nemen. Ik heb nu de zwarte aan. Deze is van de Wii. En ook maar 3 euro. Ik had zelf net ook een zwarte coltrui aan, maar die is een stuk dikker. Dus deze gaat mee. Het is een hele fijne stof ook. Oeh, heel mooi.
Voor 5,50. Wauw. Maar waar ga je het neerzetten? Oh, echt heel mooi. Ik heb gewoon 3 kooltruien voor 9 euro. Ze zijn echt zo mooi. I love it. Ik ben inmiddels thuis. En wait for it. Tada! Ik ben zo blij. Ik heb mijn Reiki 1 gehaald. Dus ik mag nu officieel behandelingen gaan geven. Ik laat jullie sowieso weten wanneer de website van Your Inner Glow live is. Met alle coaching, de Reiki en nog andere dingen waar ik nu mee bezig ben. Dus jullie zijn de eerste die op de hoogte zijn van wanneer ik dit allemaal ga aanbieden. En bij deze ga ik ook de video afsluiten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan vooral eventjes. Ik upload elke week. En dankjewel voor het kijken.